We waren net in gesprek met Arnold van Vliet uit Haastrecht, bioloog en natuurlijk ook insectenkenner. We schakelen weer over naar wat anders. We gaan praten met Ruud Bakker. Die is van de theaterbakkerij aan de Gouwerakse Dijk. Er gebeurt van alles. Je hebt toch een wat mindere periode achter de rug met die corona. Ben je weer helemaal blij en happy, zeg maar? Ja, ja, dat is inderdaad onvoorstelbaar wat een periode we natuurlijk achter de rug hadden. En niet alleen wij natuurlijk, maar niet alleen... maar goed, eigenlijk heel de culturele sector en de horeca, ja. Dus, we hebben 2 jaar lang bijna niets kunnen doen. Ja, en dan is het wel heel erg tof als je ziet wat er nu op dit moment gaande is met die productie Goud op Sterk Water. Nog heel even en dan is het zover. Alle spelers hebben vandaag voor het eerst kennis gemaakt met het decor. Ze zijn in het eerst aan het spacen waar ze moeten staan, hoe het gaat worden, hoe dat water echt aanvoelt. Want het is een verhaal over water. Er zijn 2 partijen. Je hebt een partij die het water omhoog wil. Je hebt een partij die het water omlaag wil. En je hebt een aantal innovatievelingen. Mensen die denken, joh, zeur niet en doe er wat moois mee met dat water. Een geweldig musical met veel muziek, spanning, drama en sensatie. En heel veel decor. Over een paar dagen gaan we los met een prachtige band. 55 spelers, 30 meter decor, een tribune van 1000 mensen. Het moet gewoon een feestje worden. 14 tot 18 juni zijn nog kaarten te verkrijgen. En van 28 juni tot 2 juli. Kom kijken. Ja, want wat is Gouda op Sterk Water voor de mensen die dat niet weten? Nou, de stad Gouda die bestaat dit jaar 750 jaar. En dat wordt gevierd. En wij zijn als stichting de theaterbakkerij gevraagd, eigenlijk door de gemeente Gouda, om een muziektheaterstuk te schrijven, te verzorgen, wat betrekking hebben op de stad Gouda. Ja, nou ja, goed. Dan ga je daarmee aan de slag. En dan denk je van, ja, maar waar moet dat dan over gaan? En toen dachten we van, nou, we hebben natuurlijk eerst Titanic gedaan. Dat ging over, dat was een historisch verhaal. Daarna Troje. Denk, ja, nu moeten we toch eens wat actuelers gaan doen. En misschien ook als ik een klein beetje naar de toekomst kijk. En dan ga je eens bedenken van, ja, maar wat speelt er zich nou af in die stad? En dan is het water toch wel een heel groot serieus probleem natuurlijk. Niet alleen in Gouda, maar toch overal. Wel, overal ja, ja. Maar ja, de stad Gouda zakt gewoon weg. En we hebben een fors aantal woningen op houten palen. Sommige staan helemaal niet op palen. Het stadhuis bijvoorbeeld. Mm. Maar je hebt ook huizen die op betonnen palen staan. Dus dat vonden wij wel aardig. Van ja, wat moeten we nou met dat waterpeil gaan doen? Want het waterpeil... Dat komt steeds hoger. Ja. Maar die mensen die op betonnen palen zitten, die willen dat waterpeil natuurlijk lager. Maar de mensen op houten palen zeggen, ja, mijn huizen die rotten weg. Want die palen die staan droog, dus dat water moet omhoog. Hebben we ook nog eb en vloed in Gouden, met de Gouwen en de IJssel. Dus alles bij elkaar vonden dat wel een aardig, aardig onderwerp om daar eens iets moois van te maken. En vandaar ook de naam Gouden op Sterk Water. Ja, zijn jullie daar lang mee bezig geweest om dat voor te bereiden? Want ja, die coronatijd zat er natuurlijk ook weer tussen. Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, ik denk dat we in zijn totaliteit zo'n ruim anderhalf jaar wel mee bezig zijn geweest. Want we hebben de hele productie dus in eigen beheer. Dus de teksten zijn door onszelf geschreven. Daar hebben jullie gewoon mensen voor of doen we dat gewoon zelf? Misschien ben je een multifunctioneel talent, je weet het. Ja, maar teksten schrijven is toch wel iets wat je toch wel... daar hebben we Ruud Broekhuizen voor gevraagd. Voormalig stadsdichter in Gouda. Ruud die is ook betrokken bij heel veel tv-programma's en schrijft scripten en dat soort dingen. Dus Ruud die is met het thema aan de gang gegaan. We hebben met elkaar daarvoor wel heel wat research gedaan natuurlijk. Want ja, het moet natuurlijk wel kloppen bij wat er gebeurt. Maar Ruud heeft dat weten te vertalen in een verhaal. En John Heij, dat is de regisseur, die heeft dat dan weer zo dusdanig omgebouwd in een script. En dus dat hebben we allemaal zelf gedaan. Maar ook de muziek en de teksten voor de muziek, het decorontwerp, nou, noem het allemaal maar op. Dat is allemaal in eigen beheer. Dus, ja. Ja, en al die mensen die meespelen, waar halen die vandaan? Die mensen die hebben, wij zijn een stichting, dus wij hebben geen leden in die zin. Dus mensen doen bij ons auditie. Dus op het moment dat het bekend is dat we weer een productie aan het voorbereiden zijn of dat we weer gaan willen repeteren, dan kunnen mensen auditie doen.
En ik denk dat er voor Goud op Sterk Water totaliteit zo'n 100, 120 mensen auditie hebben gedaan. Zo. Dus er zat talent in de regio, zeg maar. Er zit in de regio heel veel talent, ja. En zeker bij muziektheaterproducties is het belangrijk dat je naast acteren natuurlijk ook nog een mooie stem hebt. Zodat je natuurlijk, want er is ook heel veel zang. Ja. Dus daar wordt wel op geselecteerd. Ja. En dan staat er weer een tribune voor 1000 man. Denk je, ja, er zijn toch aardig wat kosten aan verbonden. Haal je dat er allemaal uit met die kaarten of zijn er ook sponsors? Nee. Ja, het is wat je zegt. Dit is echt een hele grote productie. Dit is denk ik de grootste die we ooit gemaakt hebben. En dat gaat niet zonder bijdrage van tal van sponsors. Maar met name ook de stad Gouda. We maken het voor de stad Gouda. Dus het fonds Gouda 750 participeert. Maar ook organisaties als het Hoogheemraadschap Rijnland, die zien dit ook als een mooie promotie, maar eigenlijk meer om, kijk, die materie van het water is eigenlijk net als met je pensioen. Je hebt het, maar je bent er niet mee bezig. En dat is met dat waterpaar is dat ook zo. Alleen als ze last van krijgen. Ja. En hun vonden dit ook wel heel mooi om het toch bij de mensen van, jongens, kijk eens, dit is er toch wel aan de hand. En dan moeten we toch een oplossing voor bedenken. Dus zo is dat Rijnland ook zeer betrokken geweest bij die productie. Ja, en daarnaast nog allerlei sponsoren die gewoon bijdragers hebben. Maar ook Rabobank bijvoorbeeld, die een hele zaal uitkoopt. Ja, zo zijn er tal van organisaties die ons gelukkig daarin ondersteunen. Want alleen van de tickets, ja, daar kom je, dat is gewoon niet te doen. Nee, zeker openlucht is een heel apart tak van sport. Je hebt weer geluk natuurlijk, want het is prachtig weer. Ja, tot nu toe gaat het goed. Tot nu toe gaat het goed, ja. Ja. Want dan nog een vraag erover, want jullie doen nou zeg maar in het begin van de maand een paar voorstellingen en dan eind van de maand, waarvan gewoon niet achter elkaar. Ja, kijk, het stuk speelt op het Goud Asfaltterrein in de Gouwerkse Dijk. En dat is het evenemententerrein van Gouda, maar daar zitten wel een aantal spelregeltjes rondom dat terrein. En die zijn overigens tot op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Maar het is wel zo dat er tussen een x-aantal evenementendagen, en of dat nou een theater is of muziek, whatever, daar moeten een aantal dagen rust voor de omwonenden zijn daarin in meegenomen. Dus je mag maximaal 5 keer een event organiseren en dan moeten 10 dagen rust en dan kan je weer verder. Dus dat is eigenlijk daar de reden van. Maar aan de andere kant is het ook wel fijn voor de cast en voor alle betrokkenen om even een tussenperiode te hebben, want het is wel heel intensief. Dus in die zin is niet erg. Is dat eigenlijk niet zo erg, nee. En je krijgt misschien heel veel mond-op-mond reclame, want ik hoorde hier in de studio ook al diverse mensen die waren geweest en zeggen, het is prachtig. Ja. En dat wordt misschien weer doorverteld. En dan maar hopen natuurlijk dat er nog kaarten zijn, want zijn die er nog? Dat is het grote voordeel natuurlijk als je zo'n periode ertussen hebt. Ja. En kijk wat je zegt, er gaan 1000 mensen, ruim 1000 mensen op de tribune. Vanavond spelen we bijna weer voor een uitverkocht huis, maar voor die laatste periode zijn er nog wel kaartjes te krijgen. Ja. Oké. En hoe kom je aan zo'n kaart en wat kost die? Dat zijn verschillende prijzen. Oh, okay. Dit is verschillende rangen. Ik dacht dat de goedkoopste iets van 18 euro was en de duurste is 26 euro. En die koop je gewoon via de website www.goudaopsterkwater.nl of je gaat naar de website van de theaterbakkerij. En vindt het zich voor alles. Ja, en ja. Dan genieten de mensen van een hele mooie avond. Hartstikke mooi. En zit je in je achterhoofd alweer te denken aan een volgende productie? Of zeg je even rustig aan eerst op vakantie straks? Ik denk dat laatste. Oké, heel verstandig. Ruud, bedankt. Maar ik sluit het niet uit. Nee, heel veel succes. Dank je wel.